als een leerling problemen heeft in het reguliere onderwijs en nou, gaandeweg ontstaat er iets van handelingsverlegenheid, de school weet niet meer wat te doen, heeft van alles geprobeerd, dan wordt het eigenlijk getild naar het niveau van het samenwerkingsverband. Die zullen vragen van, nou ja, wat is er allemaal al gedaan, belemmerende, stimulerende factoren, wat is er nodig? Dan kijken we niet zozeer wat heeft het kind, maar veel meer wat heeft het kind nodig, dus wat is de onderwijsbehoefte? Nou, als die beter ingevuld kan worden door bijvoorbeeld een schakelvoorziening, of het meer bieden van expertise die van een andere school komt, of van een voormalig ambulant begeleider. Het kan allemaal. Nou, als dat ook nog onvoldoende blijkt, en dan is echt de uitplaatsing naar het speciaal onderwijs aan de orde, dan verloopt dat via een commissie die de toelaatbaarheid organiseert. Die zal afgaan op dat dossier, daarnaast kijken naar het profiel van de school, het profiel van de mogelijke ontvangende school. En dat samenwerkt met regulier onderwijs meer vormgeven, dan krijg je toch eerst, voordat uitplaatsing aan de orde is, zouden er nog veel meer mogelijkheden benut moeten worden. Schakelvoorzieningen, inzetten van voormalig ambulant begeleiders, ondersteuning in de klas als de leerkracht grote groepen heeft met veel ondersteuningsvragen. Er is een scala aan mogelijkheden, maar we zitten wat dat betreft nog wel een beetje in de beginfase, hoe al die mogelijkheden nou ja, ook benut kunnen worden, ontwikkeld kunnen worden. En gaandeweg zal dat meer profijt hebben.